met deze nieuwe video. Wat vinden we van mijn haar, jongens? Ik ben er een beetje over aan het twijfelen. Normaal als ik dit doe, dan heb ik er ook nep haar bij. Vandaag heb ik alleen maar mijn echte haar. En ik vind het nou zo dunachtig of zo. Omdat ik het gewend ben met nep haar erbij. Maar goed, ik vind het denk ik wel gewoon leuk. In ieder geval, vandaag ga ik make-up uitproberen. Revolution heeft een nieuwe concealer. Toen hun concealer, de Conceal & Define, voor het eerst kwam, was echt de hele wereld in up and arm. Iedereen was super enthousiast over die concealer, inclusief moi. Ik vond die ook echt super goed. Toen kwamen ze met de Conceal & Hydrate. En daar was ik iets minder enthousiast over. En nu hebben ze de Conceal & Define Infinite. Infinite, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En die schijnt nog beter te zijn. Meer dekking, long wear, hij moet dus lang blijven zitten en alles. Dus ik dacht, deze ga ik zeker twee te ook proberen. En hij is ook betaalbaar. En daar houden we allemaal van. Dus ja, ik ben super benieuwd naar de concealer. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik hou de concealer de hele dag op. En dan kom ik straks weer terug om te zien hoe het er nog op zit. Dus ik heb mijn ogen al gedaan. Ik ga vandaag dus alleen maar mijn gezicht doen. Omdat we vandaag alleen maar de concealer gaan proberen. Ik heb ook een primer van hun. Random. Ook gewoon besteld. Nog nooit gebruikt. De Conceal & Fix Pore Primer. En ik dacht, ja, die knal ik er vandaag ook gewoon in. Dan ga ik die gewoon ook gelijk hier op beeld proberen. Maar het gaat vandaag vooral om de concealer. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Oké, mensen. Als je benieuwd bent naar hoe ik de ooglook heb gemaakt. Die staat op mijn Instagram. En er staat een foto van. Maar ook een video waarin je ziet hoe ik het heb gemaakt. Het is weer een leuke, heftige glitter ooglook. Ik hou altijd heel veel van glitter. Ik besef me net dat ik helemaal ben vergeten om nep wimpers op te doen. Ik ga die even snel opdoen. Ik ben zo terug. Oké, mijn back wimpers zitten erop. Ik kan niet geloven dat ik gewoon vergeten was om ze op te doen. Ik heb op van de Pri. Deze zijn te koop van de Pri in de stijl 730. Deze zijn lekker heftig en lekker lang. Dat matcht perfect met de ooglook van vandaag. Oké, voordat we gaan praten over de concealers, want ik heb ze hier alle drie, ga ik beginnen met mijn gezicht te primen met de Revolution Conceal & Fix Primer. Deze is dus speciaal voor je poriën. En deze schijnt ze dan, ja, iets minder opvallend te maken. Dus ik hoop dat hij dat echt doet. Want ik heb ze wel een klein beetje. Ik heb ze niet echt heel veel hoor, maar ik heb ze wel. Oké, dit is dan de verpakking. Best wel een mooie, chique verpakking voor zo'n lage prijs product. Ik vind de verpakking heel mooi. Hij is ook zo best wel zo plat. Dus handig om handig voor to go. En als je het openmaakt heb je dit. Dit is een beetje een dupe van de Tatcha primer. Ik weet niet of iemand die kent. Die lijkt echt precies op dit. En die heeft ook zo'n spoon die je zo erin doet. Maar die is heel duur. Even kijken. Ik ga de spoon denk ik. Ja, ik ga wel gebruiken. Ik denk dat het op zich wel handig kan zijn. Dit is het dan. Het is gewoon een hele lichte palmpje. En dan haal ik er gewoon zo'n klein beetje uit. Je moet altijd maar een heel klein beetje gebruiken. Maar ik gebruik altijd best wel veel. Kijk, en dan breng ik het zo aan. Ja, kijk, ik heb al te veel gepakt. Jongens, je moet hiervan echt maar een heel klein beetje gebruiken. Ik breng het ook even aan hier. Ik heb ook een video gezien van een andere meid die altijd dit soort producten gebruikt. En zij gebruikt altijd superveel. En zij vertelt ook altijd in haar video's van je moet niet te veel gebruiken. Maar ik vind dat gewoon fijn. Dus ja, ik doe nou gewoon een beetje haar na. Maar in principe is dat dus niet echt de bedoeling. Hij laat wel echt een witte baas achter. Want ik wilde het niet op mijn hele gezicht doen. Maar hoe het er nou uitziet, ga ik het moeten aanbrengen over mijn hele gezicht. Het wil niet echt uitblenden, jongens. Zijn mijn poriën minder? Nee, niet echt. Het is ook best wel vettig. Ik vind helemaal niks, jongens. Ik vind helemaal niks. Ik zie niet echt dat het echt iets doet, behalve een lelijke, vettige baas achterlaten. Dus ja. It's a no from me. No. Als fondue tag gebruik ik eentje van de Pri. Die vind ik echt super fijn. Deze is echt zo mooi en hij dekt echt prachtig. Ik heb hem in de kleur Toffee en hij is slechts 6 euro. Het enige wat ik minder vind is hij heeft geen pump. Ik kreeg hem niet open. Kijk, hij is gewoon zo open. Maar ja, ik breng het aan met mijn beauty blender. Ik doe altijd gewoon een beetje zo. Oké, mijn gezicht is helemaal klaar. Nou ga ik de concealer proberen. Hij heet dus de Conceal & Define Infinite. Ik kan het niet uitspreken. En deze moet dus 16 uur lang goed op je gezicht blijven zitten. En volgens mij had ik ook online gezien dat hij beter dekt. Crease proof, dus ja, je zou niet moeten gaan creasen.
ik ga even online kijken, want er stond volgens mij echt online dat hij ook echt meedekt. Ja, er staat 20% meer pigment. En hij is er in 60 kleuren. 60. Dat is dus 10 kleuren meer dan van hun andere. En je hebt hem in twee formaten. Ik heb hier de kleine, die is 5 milliliter. En je hebt ook de XL, de grote, en die is 9 milliliter. En die kost 10 euro. En die ik hier heb is 7 euro. Dus allebei super goedkoop. Ik was aan het twijfelen om de grote te doen. Maar ik dacht, ja, misschien vind ik hem wel slecht. En dan heb ik voor niks 2 euro extra betaald. Dus ik heb gewoon de normale gepakt. Ik heb hier de Conceal en Hydrate in het groot. Dus dit is dan een beetje het verschil. En ik heb de gewone Conceal and Define. Die is ongeveer even groot volgens mij. Is die ook 5 milliliter? Nee, die is maar 4. Dus deze is iets kleiner. Dus je krijgt sowieso al iets meer, ook al pak je de kleine. Ik heb de kleur C5. Dit is mijn perfecte kleur. Maar ik heb ook bijvoorbeeld hier een C6. En die is iets lichter. En die gebruik ik wanneer ik het hier toch iets meer wil verlichten. Maar normaal is gewoon een C5 mijn kleur. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind de normale vind ik echt heel fijn. Het is echt een super fijne concealer. Ik zal wel echt de grote verpakking doen. Want de kleine gaat echt snel op. Want er zit ook maar 4 milliliter in. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Dus ik ga het proberen. Even kijken. Oh, kijk hoe cute en klein dit is. Nou, zo ziet hij eruit. Ik ga het gewoon even aanbrengen op mijn ogen. Oh, hij voelt heel fijn aan. Nou, dat is al heel goed. Oké, en dan blend ik het weer in met mijn beauty blender. Ik ben echt super enthousiast over dit product. Want ik hou altijd van make-up die gewoon normaal betaalbaar is. Zoals denk ik iedereen wel weet. Dus ik hoop dat hij een beetje goed gaat werken. Ja, ik ben hem nou aan het inblenden. En op zich ziet het er allemaal goed uit. De kleur is wel licht. Ik herinner mij dat C5 niet zo licht was. Maar ik ben wel naar de zonnebank geweest. Dus misschien is hij vandaar nou iets lichter op mij. Dus ik denk dat C6 nou echt veel te licht zou zijn. Nou mensen, dit is de concealer helemaal ingeblend. Hij ziet er goed uit. Hij dekt gewoon goed. Hij voelt gewoon fijn aan. Ja, dat hij niet creased is onzin. Want kijk, ik zie nou al dat het hier creased. Kunnen we het zien hier? Kijk hier die creases. Maar ik moet zeggen, elke concealer creased bij mij. Want ik heb hier gewoon veel creases. Dat is nou gewoon eenmaal hoe mijn huid is. En ja, make-up gaat er dan gewoon in. Dus dat het niet crease is voor mij altijd een beetje onzin. Maar dat maakt niet uit, want ik ga sowieso poeder erop doen. En dan wordt het een stuk beter. Dan gaan de creases weg. Ik ga even iets meer aanbrengen. Even zien of je het een beetje kunt opbouwen. Top je dit. Hij dekt echt goed. En nou nog extra, omdat ik dus iets meer heb aangebracht. Oké, voor een 8 euro concealer jongens. Doet hij het echt wat hij moet doen. Oké, dan ga ik een beetje poeder aanbrengen. Ik gebruik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. Ik haal even eerst de creases weg. Dat moet je altijd doen, want als je dat niet doet, dan blijven die gewoon erin zitten. En dat wil je niet hebben natuurlijk. En dan heel snel de poeder aanbrengen voordat ze weer terugkomen. Zo, en ik haal de poeder er altijd weer gelijk gewoon vanaf. Want mijn huid hoeft echt niet nog droger te zijn, dus ja. Oké, nou dit is dan hoe mijn gezicht eruit ziet voor nou. Met de poeder op. En nou crease die ook niet echt meer. Ja, ik vind het tot nu toe top. I like it. Ik ga even mijn gezicht afmaken en dan kom ik zo bij die terug. Oké, mijn hele make-up is gedaan. En de concealer ziet er echt perfect uit. Ik vind hem echt heel mooi. Ik denk dat iedereen het ook wel ziet hoe mooi smooth het is. Dit voor mijn 8 euro is echt een belachelijke prijs. Wat heb ik op mijn lippen? Huda Matte Liquid Lipstick in de kleur Venus. Hele mooie peachy nude kleur. Ja, ik ben echt heel blij met de concealer. Hier iets meer close-up. Kijk hoe mooi smooth het is jongens. Zien we dit? Het enige wat dan niet helemaal klopt is dat hij niet creased. Hij creased gewoon wel. Vooral als je zoveel creases hebt hier zoals ik heb. Ik heb dat nou gewoon echt eenmaal best wel veel. Maar ja, I like it jongens. Ik hoop dat hij ook echt lang blijft. Er staat hier letterlijk op 16 uur. Ik ga hem waarschijnlijk niet zo lang oplaten. Maar in ieder geval zeker 8 uur. Even kijken. Het is nu 17 minuten over 11. Zoals je kunt zien. Ik ga hem in ieder geval zeker 8 uur ophouden. Dus ik kom denk ik vanavond weer terug. Of ik kom al terug over een aantal uren. En dan ook nog vanavond. Ik moet even
kijken wat ik ga doen en of dat lukt. Maar in ieder geval, ik kom zeker na 8 uur terug, dus vanavond. En dan ben ik heel benieuwd of alles er nog helemaal goed op zit. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij ook gewoon met de hele look. Ik vind het echt een leuke look geworden. I love it. En ja, let's see of deze 8 euro concealer doet wat hij moet doen. Ik kom zo weer bij jullie terug. Oké, we zijn nou een paar uur verder. Het is nou 3 uur. Ik kan niet laten zien hoe laat het is, want ik film dit met mijn phone. De concealer zit er nog gewoon prachtig op. Je kunt wel creases zien. Dat hij niet crease is dus echt onzin. Maar ja, ik heb dat echt met elke concealer. Dus dat is niet heel raar voor mij. Maar zoals je kunt zien nog helemaal smooth. Alsof er nog helemaal niet een paar uur voorbij is. Er is natuurlijk nog niet heel veel uur voorbij. Maar ik wilde toch even een check-up doen van ook na een paar uurtjes. Hij is nog helemaal prima. I like it. Mijn lipstick is er wel al. Kijk hier helemaal. Ik heb net een broodje kebab op. Nou mensen, daar ben ik weer. Ik sta nu in mijn badkamer, vandaar de echo. Het is nu 7:50. Dus het is echt een stuk later. En de concealer is echt nog geweldig. Alles zit er nog helemaal goed op. Deze vlog... camera maakt wel alles smooth, dus ik heb ook gefilmd met mijn phone en die laat alles beter zien. De concealer zit echt heel goed. Mijn make-up is er hier wel helemaal van af. En dat komt echt door die domme vieze S primer, want het voelt hier nou ook helemaal zo vettig en raar aan. Terwijl dat normaal helemaal niet zo is. Maar voor de rest, de concealer jongens... helemaal perfect. Hij creased wel best wel snel. Dat viel me wel op. Dus je moet snel poeder erop doen. Anders wordt het echt een mes. Dus dat is het enige wat ik minder vind. Maar voor de rest, hij zit nog echt geweldig, jongens. Dus dat hij echt lang blijft zitten, dat klopt gewoon echt. En ik ben er echt heel blij mee. Ik weet niet hoe vaak ik nog echt kan zeggen. Maar ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik vind hem beter dan de normale die hun eerst al hadden. Dus ik vind dit tot nu toe echt het beste. Dus ik ga hem zeker nog in het groot halen. Ik vind hem echt... Dus hij is echt zeker goedgekeurd door mij. Dus als je hem bestelt, bestel zeker gewoon de grote. Want ik denk dat heel veel mensen hier wel blij mee gaan zijn. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!